Geacht inwoner. Met betrekking tot bovengenoemde aangelegenheid vragen we uw aandacht voor het volgende. Aangaande de aansprekelijkheid gebaseerd op artikel... Zo'n lange brief. Doch. Die is al dus geïnterpreteerd worden. Krijg jij ook wel eens van die moeilijke brieven van de gemeente? Het is eigenlijk niet te doen dit. Ik heb echt geen idee. Nou, ik vind het allemaal wel ambtelijk. Ik vind het zonde van de postzegel envelop en een papier. Eerlijk gezegd. Je leest het wel, maar ja, je snapt het niet. Het is zo onnodig ingewikkeld. Volgens mij kun je dit ook wel omzetten naar een ander taalgebruik. Dat kan beter. Minder ambtelijke taal. Het moet gewoon makkelijk leesbaar zijn voor iedereen. Gewoon onder elkaar. Ik wil graag ruilen. Probeer het eens zo. Beste inwoner, op 14 oktober 2021 bent u met de auto tegen een putdeksel aangereden. U kreeg toen schade aan uw auto. In uw brief van 14 oktober 2021 vraagt u de gemeente om een schadevergoeding. U krijgt geen schadevergoeding. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Apeldoorn. Zoveel duidelijker. Nou ja, het is wel een heel ander soort brief, hè. Dat is wel duidelijk. Ik begrijp het nu wel. Dit is beter. Kort en bondig en duidelijk. We willen duidelijker communiceren met onze inwoners. Betrap jij ons op een onduidelijke tekst? Laat het ons weten. Ga naar apeldoorn.nl/duidelijk.